De Geldenberg bestaat dit jaar 45 jaar. 45 jaar geleden heeft Frank Penning, de architect van deze golfbaan, van deze eerste 9 holes, het ontwerp gemaakt en heeft hem geplaatst in dit prachtige natuurgebied waar we nu staan. Ik sta hier in de grootste natuurlijke bunker van Europa. Op deze par 4 op hol 18 van de Gelpenberg hebben we over de gehele breedte van de fairway een hele grote bunker liggen. Het is eigenlijk helemaal geen bunker, het is van oorsprong namelijk een zandverstuiving. 100 jaar geleden lagen hier de zieke schapen, die blaten, te gelpen. Vandaar de naam Gelpenberg. Tot eigenlijk dit jaar hebben we altijd een 6 holes par 3 baan gehad. Maar we hebben nu besloten om er 3 holes bij te maken. Deze zijn nu net aangelegd. En binnenkort zullen we dus geen 6 holes par 3 baan hebben, maar een 9 holes par 3 baan. De Gelpenberg is natuurlijk geen natuurreservaat, maar de natuur vinden wij wel heel erg belangrijk. Dat kunt u zien door de hoeveelheid schapen die we altijd hier hebben lopen. En nu hebben we deze 2 bijenkasten geplaatst. De bijen hebben het de laatste 10 jaar erg moeilijk. En door de biodiversiteit die wij hier gebruiken, is het een goed leefklimaat voor de bijen. En daarom hebben we ze hier geplaatst. De Gelpenberg biedt veel meer dan een rondje golf alleen. Heel graag tot ziens.